Ik ben super verheugd, ja, inderdaad, om tot 2025 hier op Lierse te kunnen tekenen. Ik hoop de supporters ook. En het is alleen maar mooi om, ja, om hier mijn handtekeningen verder te zetten. Ja. Ik probeer gewoon mijn best te doen. Zeker voor mezelf, met de prestaties die ik lever. Maar ook voor het team zijnde is voor mij super belangrijk de groepsgeest. De mensen die hier werken binnen de club, de supporters, is allemaal belangrijk. Dus ik ben gewoon een aanspreekpunt voor het team. En meteen er wat weten ze dat ze bij mij terecht kunnen, ook andersom ook. Dus dat is wel een fijne werkbasis om op te werken. Ja. Ik heb het ook gezegd aan de voorzitter. Ik zeg, deze club met deze supporters, als je de wedstrijd zag tegen Anderlecht, dan kan het geen 3 jaar meer duren om te zeggen van we gaan nu de stap omhoog zetten. Dan moeten we stappen in maken. En ik heb nu voor 2 jaar bijgetekend. Er zullen nog wel wat volgen, hoop ik, denk ik. Maar ook wel potentiële mensen, spelers, kwaliteiten die we nog nodig hebben in de ploeg. Om stappen te blijven maken. En wij moeten presteren op het veld. En wat er boven ons gebeurt, dat laten we voor zich. Maar het is wel duidelijk dat we met z'n allen toch omhoog willen. Waanzin, hè? Eén woord, gewoon grote waanzin. Ik had het ook wel verwacht, want je leest ook wel wat media en kranten en dergelijke, dat er grote opkomst ging zijn. En dan zie je ook beelden van vroeger, in der tijd, van Lierse. En dan maak je dat nu zelf mee met zo'n grote opkomst, fenomenale sfeer. Wij die ook als groep zijn, de technische staf, iedereen een hele goede wedstrijd spelen, goed voorbereid waren. En dan voel je die boost van de supporters. En dat is voor ons jonge team heel belangrijk. Ik weet ook, ben er ook nuchter in om te zeggen dat we niet altijd de beste wedstrijden spelen. Maar qua teamgeest en echt de wil om er 100% voor te gaan en gewoon je truitje nat te maken, is al een goede stap. Mooie vraag. Wanneer is mijn werk bij Lierse af? Ik zelf heb nog grote ambitie. Ik wil naar omhoog. En ik ben er ook duidelijk in geweest met deze handtekening die ik hier heb gezet. En alle neuzen staan gewoon in dezelfde richting. En we hebben er een goed gevoel bij. Ook al moeten we nuchter blijven nogmaals, maar we moeten toch komende tijd of jaren moeten we toch ambitieus zijn, moeten zijn. En die druk is ook gewoon nodig. Maar mijn werk is niet af als ik zeg maar met Lierse naar 1A ga.